Eerlijk? Dat heb ik niet gezien. Nee, heeft ze niet gedaan. Nee, ik heb niet uren met haar staan kletsen. Het zijn altijd de mannen geweest. En dat geeft niet. Dat is allemaal echt niet zo erg, maar... Kom op, als jij... Stel je even voor dat je 16 bent en mannen van een televisieprogramma vinden jou leuk. Dat is toch... Wow. Dat is toch als Justin Bieber jou leuk vindt. Dat snap je toch. Dat vind ik best wel een beetje naïef, had ik niet achter je gedacht. Ik ben ook niet zo goed met liefdesdingen en zo. Kom eens zien. Weet je wat jij lekker moet doen? Lul maken hier. En allemaal niet dat soort dingen. Dat is veel te leuk voor. Echt waar. Je hart gaat uit. Ja, ik vind het ook een ongemakkelijke situatie, omdat ik het allemaal aan heb zien komen. Dit zijn allemaal dingen die ik al lang heb geroepen, maar wie ben ik? Ja, aan heb zien komen. Er is natuurlijk niks. Nee, oké. Okay. Nee, misschien is het allemaal wel fucking bullshit. En is het wel oké? Okay? Ja, dat is waar. Ja. Alleen als zo goed als 2/3 van de groep tegen me vertelt dat het niet oké is. De enige die ik heb gehoord, die zeggen, je moet je niet zorgen maken. Ik heb wel het gevoel dat het goed is, is Jacco en Chip. Ja, Jacco is allemaal. Nee, maar ik vind wel... En Chip doet er überhaupt nergens echt moeite voor. Nee, maar ik denk op het moment dat Jamal de moeite neemt om dit met je te delen... dat hij dat niet doet om iets kapot te maken, omdat het... Nee, tuurlijk. Maar iedereen bedoelt het met de beste bedoelingen. Ja. Oh, maar daar twijfel ik echt geen seconde over. Alleen, zijn wel dit moment wel heel veel waarde aan het hechten... aan iets wat Demi niet zelf heeft gezegd, maar iets wat haar moeder heeft gezegd. Snap je? Ja, maar zij zal het natuurlijk nooit zeggen ja. Als jij op de man af dat gaat vragen. Want als je aan haar gaat vragen, vind je Justin Bieber leuk of Justin Timberlake, of vond je eerst Justin Timberlake leuk? En jij bent Justin Bieber, dan gaat ze niet zeggen nee, ik vond eerst Justin Timberlake leuk. Maar ik vind jou nu toch Justin Bieber ook wel leuk. Dat zal ze nooit doen. Nee, aan de andere kant heb ik ook zoiets van... Het is ook niet gek als je mensen leuk vindt. Nee, natuurlijk niet. Nee, natuurlijk niet. Dat is helemaal niet gek. Maar en iemand gewoon leuk vinden zijn niet, zeg maar, de basis om een langere periode met elkaar samen te blijven. Is niet als je gewoon iemand maar leuk vindt. Maar ik weet het niet. Ach nee, snap ik. Ik weet het gewoon helemaal niet. En nee. Ik zal er ook niet achter komen. Ik weet überhaupt niet echt meer waar ik mee aan moet. Nee, snap ik. Maar ik ben er voor je, dan weet je het. Nou ja, ik ben er voor je, maar... Is het geen antwoord, Romy? Ja, schat, ga met me mee. Mag-